Nou, we zijn sinds 1 september begonnen met deze therapiegroepen. En het succes is echt tweeledig. Zowel de ervaring van de mensen in het water, die heel positief is, als ook het sociale aspect wat erbij komt kijken. We zijn ook al een 4e groep gestart, dus we merken echt dat er heel veel animo voor is. Ja, de deelnemers ervaren echt de voordelen van het bewegen in het water. Het is pijnverminderend, er treedt geen schokbelasting op ten opzichte van activiteiten op de kant. En in het water activeren ze toch al hun spieren. En dat zorgt er uiteindelijk voor dat je op een heel pijnvrije en relatief ontspannen manier toch aan conditie en kracht aan het werk bent. Daarnaast is het ook gewoon enorm gezellig met elkaar. En dat zien we vooral aan het feit dat ze veel onderling contact hebben via appgroepen. Ze drinken gezellig met elkaar hier een bakje koffie. Ze zijn ook altijd vaak nog even met elkaar aan het kletsen tijdens en ook na de lessen. Het is een hele hechte groep. Maar toch zie je dat ook nieuwe deelnemers heel makkelijk aansluiting vinden. En dat ze ook onderdeel worden van deze groepen. En dat vind ik heel mooi om te zien. Wat positieve effecten zijn. Nou, dat je soepeler bent in de rest van de week. Ja, het is soms wel vermoeiend, maar ik krijg er nog steeds energie van. En ik doe het al 16 jaar, dus zij al 25. Het zwemwater is verwarmd en dat is veel prettig voor je spieren. Ja, het is voor heel veel mensen goed. Bewegen is sowieso goed. En als je dus last van je spieren hebt, dan is het heel fijn om in water te bewegen. Omdat je dan geen zwaartekracht hebt. Dus je kan veel beter bewegen in het water dan op het droog. We zwemmen 1 keer in de week. En we doen 1 keer in de maand koffie drinken met z'n allen. Want anders kletsen we te veel in het water. Ja, we willen nog wel even zeggen dat we heel blij zijn dat Optisport deze groep heeft opgestart met de pilot. En we hopen dat we nog lang doorgaan. Ik ben heel blij dat we samen met alle deelnemers de lessen van de grond hebben kunnen krijgen. Samen met ook de instructeurs, de fysiotherapeuten die ons daarbij helpen. En dat we nu zo'n mooi programma hebben neergezet.